Ik denk dat ik me in mijn handen mag knijpen. Dat ik een goede baan heb. Een leuk stel kinderen. En dat ik het allemaal kan redden zo, zeg maar. Ik prijs mezelf ontzettend gelukkig met mensen om mij heen, mijn kinderen, mijn echtgenoot, andere mensen die ik tegenkom, die het mij mogelijk maken om mijzelf ook gelukkig te voelen. Ik vond het een tamelijk laag cijfer, dacht ik eigenlijk. Zo naar de Nederlandse vrouw gekeken, dacht ik dat ze dat misschien toch nog belangrijker, dus ook een hoger cijfer zou geven. Ik vind dat een relativering die ik eigenlijk wel mooi vind. Dat het wel belangrijk is, maar dat het niet het belangrijkste en het alles opvullende in een vrouwenleven is. Kinderen is iets, dat is mij in dit geval gewoon gegund. En dat is iets wat ik ontzettend geweldig vind. Het is zoiets bijzonders dat ik dat helemaal mee mag maken, dat hele proces. Ik vind het geweldig. We vinden allebei het gezin heel erg belangrijk, maar ook allebei ons werk heel erg belangrijk. Dat is redelijk in balans. Maar als je kijkt naar collega's om je heen, mannelijke collega's, ja, dat riep ik wel eens. Jij hoeft niet als je 's avonds thuis komt nog tig wassen te draaien of 100.000 telefoontjes te plegen omdat je voor de volgende dag weer. Mijn collega's hoefden dat niet, die hadden vrouwen thuis die dat deden. Ik had een veel hoger percentage verwacht, slechts 12%. Ik denk dat het deels komt dat de oudere generatie nu terugkijkend denkt: jeetje, ik heb alleen maar gezorgd eigenlijk in mijn leven en daar enige teleurstelling over voelt. En ik denk dat de jongere generatie allemaal beter opgeleid is en toch ook meer individueler en voor zichzelf gaat kiezen en het krijgen van kinderen niet als het item in het leven ziet. Het belang van een carrière is iets wat niet zomaar plotseling uit de lucht komt vallen. Dat is iets wat groeit. En dat ontstaat eigenlijk al als je thuis bent in je gezin. Niet dat je in je gezin niet gewaardeerd wordt, maar het is gewoon ontzettend fijn om als mens, als je de talenten hebt, ook op andere gebieden gewaardeerd te worden. En daar kan je dus niet zoveel mee als je alleen maar thuis zit en met dat gezin bezig bent. Ik vind het hebben van een carrière heel belangrijk voor mij. Ik heb gestudeerd en ik heb veel tijd gestoken in mijn ontwikkeling en dat wil ik heel graag doorzetten. Dus ik ben altijd blijven werken, ook toen er kinderen kwamen. En dat ga ik ook voorlopig nog doen. Als Balkenende Nederland qua ambitieniveau gemiddeld een 6-min geeft en qua kennis- en innovatieniveau, dan denk ik dat de vrouwen in Nederland in de ogen van Balkenende, ja, misschien wel een 4-min scoren. Vrouwen hebben het niet zo met echt carrière maken, want daar moet je dingen voor opzij zetten. En ik geloof dat ze dat ze die keuze niet vanzelf maken. Het zou ook kunnen komen dat vrouwen misschien het woord carrière eng vinden. Dat ze daarbij gelijk denken aan macht en aan rare spelletjes en weet ik wat. Maar carrière is niet vies, is niet eng. Carrière is gewoon dat je van je baan, van je loopbaan ook iets echt belangrijks maakt, iets, ja, iets levensvullends. Je hebt de afgelopen jaren een enorme toename van vrouwen gezien in bedrijven, bepaalde beroepen feminiseren ook zelfs. Maar ze blijven wel hangen op een bepaald niveau. En dat valt toch nog steeds vaak samen met de start van een gezin en het krijgen van kinderen. Ik heb het idee dat mannen niet vaak weten dat zij ook gewoon recht hebben op ouderschapsverlof. Dat ze ook deeltijd zouden kunnen gaan werken. Ik bedoel, niet alle werkgevers zijn hetzelfde, maar bij mijn werkgever zou een man hetzelfde, heeft het zijn man hetzelfde recht als de vrouw. En waarom zouden zij niet een stukje zorg meer op gaan nemen? Maar op de een of andere manier heb ik vaak het gevoel dat mannen de dansen makkelijk ontspringen. Dat ze het wel makkelijk vinden zo. Als je echt part-time werkt en dan zeg maar wat kleinere part-time banen hebt, dan zit er eigenlijk nooit aan vast dat je echt hoger opkomt. Maar goed, dat is dan weer aardig in overeenstemming met de uitkomst dat Nederlandse vrouwen carrière maken niet zo belangrijk vinden. Dat klopt heel aardig met elkaar. Keuzes maken is voor mij ook emancipatie. En blijkbaar is dit de manier waarop zij zich het meest gelukkig voelt. De combinatie van het werk en ja, je daarin ontwikkelen en ontplooien en dat dan binnen 3 dagen en niet langer. En aan de andere kant het gezin en het huishouden. Want ik hoor ook heel vaak om me heen van ja, waarom heb ik anders kinderen gekregen als ik ze toch nooit zie of alleen in het weekend. Dus ja, dit is hun keuze van emancipatie en hun keuze van geluk. Ik ben volledig financieel onafhankelijk, ja.
Ik heb ook een partner gehad, dus ik weet ook hoe het is om, samen een gezin te vormen. Maar ik ben nu financieel, en dat was ik toen ook trouwens, altijd financieel onafhankelijk geweest. Ja. Vrouwen in Nederland hebben een te rooskleurig beeld over hun financiële onafhankelijkheid. De meeste vrouwen immers werken parttime en als de partner dan wegvalt, moet het gezin onderhouden worden van een parttime salaris en dat lukt bijna niet. Als ik zou moeten leven van alleen mijn eigen inkomen en ook nog de zorg voor studerende kinderen straks daarbij zou hebben, zou ik dat moeiteloos financieel kunnen opvangen. Ik denk dat ik dan wel fulltime gedwongen word om fulltime te gaan werken. Maar ik denk wel dat ik dan een bescheiden huisje zou kunnen kopen. Ik kies er wel voor, maar dat is mijn persoonlijke keuze, om mijn man voor de kinderalimentatie te laten betalen. Men denkt eigenlijk veel meer financieel zelfstandig te zijn dan men in werkelijkheid zal blijken te zijn als de partner wegvalt. Ik geloof dat er maar een 20-30% van de Nederlandse vrouwen is die echt van haar eigen inkomen kan leven. De financiële onafhankelijkheid als je werkt vind ik een heel erg prettig gevoel. En dat niet alleen als je man zou overlijden of dat je niet meer samen verder zou kunnen. Maar ook als je wel een partner hebt en je alle dingen samen deelt en je daarmee gelukkig bent. Wil ik graag het gevoel hebben dat ik ook financieel onafhankelijk ben. Ik wil niet mijn hand ophouden. Ja, je zou die mannen toch doodschoppen, hè? Het is verschrikkelijk. Die vrouwen zijn allemaal de arbeidsmarkt opgegaan en die mannen zijn helemaal niet allemaal de keuken ingetrokken. En dat was natuurlijk ooit eigenlijk wel de bedoeling. Dat je aan de ene kant zouden vrouwen het mannenleven ingaan, maar dat kon eigenlijk alleen maar als de mannen natuurlijk ook een beetje het vrouwenleven in zouden gaan. Ik ben blij dat uit het onderzoek wel blijkt dat de opzijlezeressen daar harder voor geknokt hebben in hun relaties. Want dat daar de mannen toch iets meer in huishouden blijken te doen dan bij de doorsnee Nederlandse vrouw. Ik vind het ook normaal. Ik vind, je moet dat thuis eerlijk delen. Je moet dat eerlijk oplossen. Ik vind dat niet goed als mannen daarvoor wegduiken. Omdat ik ontzettend veel werk en dus niet vaak thuis ben, zijn er allerlei dingen thuis die door andere mensen gebeuren. Gelukkig voor mij is het op dit moment zo dat mijn echtgenoot een aantal jaren geleden met de FUT gegaan is, zodat hij veel meer in het huishouden kan doen. In deze fase van mijn leven zou ik mijn leven scoren met een 7.2. Als ik mijn leven een cijfer zou mogen geven, dan zou dat een 8.5 zijn. In de schaal van 1 op 10 denk ik dat ik op een 7.5 uitkom. Voor mijn leven in zijn geheel zou ik een cijfer van een 8.2 geven. Het kan beter, denk ik dan, want het moet eigenlijk toch wel een goed zijn, een 8. Nederlandse vrouwen zijn heel tevreden over hun bestaan. Je zou kunnen zeggen dat is mooi, dat is fijn, dat gun ik ze ook wel. Maar aan de andere kant, heel tevreden mensen zijn niet meer strijdlustig. Je wordt pas strijdlustig als je nog wat te wensen hebt, als je nog wat te eisen hebt, als je af en toe boos bent. En ik moet zeggen, dat gun ik eigenlijk Nederland en dat gun ik ook wel Nederlandse vrouwen, dat ze toch nog eens boos zijn en dat ze zeggen, ik pik dit niet, ik ga er nog eens flink tegenaan. En dan moet je niet al tevreden zijn.